Nou, heb ik daar een mooie foto gemaakt op kosten van Vechtsteden Notaris. Dat is ook de hoofdsponsor van de beurs, dus ik moest even kijken. Nou, wie hebben we hier? Twee medewerkers van Vechtsteden? Dat klopt. Yvette Leemhuis. Yvette en? En Caroline. Ik werk in Hardenberg. En ik zit in Dalfsen, op ons kantoor in Dalfsen. Ja, ja. Dus jij hoort een beetje, jij bent het meest thuis hier? Nou ja, ja. Nou, als je het zo wil doen, misschien wel, maar vind ik wel hoor. Hé, maar wat leuk. Notaris Vechtsteden, dat is in het hele Vechtdal, hè? Dus we van Dalfsen, Nieuw-Leusen, om Hardenberg. Heb ik dat goed? Om en niet, nee. Dat hebben we. Oh, om en niet? Nee, nee, nee. Dat is nog te verwerven voor gebied? Geen idee, maar nou... We hebben daar een vestiging gehad. En een notaris die bij ons werkzaam is geweest, die is daar een eigen kantoor begonnen. Dus vandaar dat wij daar op dit moment geen vestiging meer hebben, maar wie weet in de toekomst. Ja. Hoe komt Vechtsteden er nou bij om hoofdsponsor te worden van de D'Amito-bus? Wij zijn heel erg begaan met goede doelen, dus ik denk dat dat wel een van de redenen is dat wij hoofdsponsor zijn. Maar jullie timmeren sowieso erg aan de weg, zie ik in de lokale media. Vroeger zat de notaris zat in zijn kantoor en de mensen kwamen bij hem. En het lijkt erop dat de notaris tegenwoordig veel meer aan het werven zijn. Klopt dat? Ja, ja, dat klopt wel. Want het is natuurlijk ook wel een beetje een commercieel bedrijf geworden. En vroeger was altijd vanzelfsprekend dat men naar de notaris in de plaats ging. En dat is op dit moment natuurlijk niet meer zo. Dus de klanten die zijn steeds mondiger. En die gaan dus vragen wie de goedkoopste is in de buurt. En vandaar dat, dat wij dus wel aan de weg willen timmeren. Ja. Maar als ik hier altijd lekker zie, dan weet ik niet of jullie de goedkoopste kunnen blijven. Jawel hoor, nog steeds. Ik kan er nog wel vanaf. Ja, ja hoor, ja. Ja, komt goed. Hé, hey, en wat is er hot in notarisland op het moment? Oh, wat is er hot? Nou, de woningmarkt trekt natuurlijk weer enorm aan. Enorm? Enorm, ja. Ja, er worden heel veel woningen gekocht, verkocht. Ja, die stroom zit er weer goed in. Dus, en kun je dat dan ook aan cijfers, heb je zo cijfers bij of procenten? Waar praten we dan over? Misschien mijn collega Yvette. Oh, moet ik even... Nou, ja. Nou, we merken het wel aan hoeveel het werk die we binnenkrijgen, dat het weer aantrekt. Jazeker, dus dat is wel fijn. En wat er nog meer hot is, ik denk de notariële volmachten wel, of ook wel levenstestamenten genoemd, waarbij je nu al een volmacht opmaakt voor als je het zelf later niet meer kunt regelen. Dat is ook wel hot, denk ik. Ja, en wij zitten ook wel veel op dit moment in Duitsland. Nederlanders die over de grens wonen en die hun erfrecht zeg maar goed geregeld willen hebben. Dat geeft extra gedoe als je naar het buitenland gaat? Precies, ja, dat geeft extra gedoe. Maar weer andere regeltjes gelden, dus we hebben ook een notaris die gespecialiseerd is in het Duitse recht. Dus die geeft daar ook lezingen, ja. Ja, dat is het voordeel van zo'n groot kantoor, dat je kunt specialiseren. Ja, dat klopt. Ja, ja, dat hebben we ook. Ja. Nou, dat is onze kracht. Leuk om jullie gesproken te hebben. Ik denk dat het tijd is voor een gebakje, of niet? Ja, helemaal goed. Niet ervan.